En dat komt door deze lantaarnpalen, die parkeren vrijwel onmogelijk maakt. En dat ondervindt ook deze bewoner. Dit is veel te krap, dit gaat absoluut niet. Er is blijkbaar over nagedacht. Uh, uh, wij hebben nu parkeerplekken gekregen, waardoor uh, de parkeerproblematiek uh, groter is dan daarvoor. De situatie in de aardbijstraat is helemaal opvallend, omdat in juni van dit jaar er eenzelfde probleem is in de Soesterbergstraat. Door de bomen die in de weg staan, kan alleen kabouter Paulus zijn autootje nog kwijt. Nu gaat de gemeente Den Haag in de aardbeestraat opnieuw de fout in. Ik word uh, tot middel meer gedwongen om een uh, heel klein autootje te kopen. Want mijn huidige auto, die past er niet in. Dat is een uh, onmogelijke opgave, ja. En uh, helaas is het al uh, gedurende een uh, dikke vier maanden zo. En we worden het dan een beetje zat. Ja, daarnaast is het ook zo, als je s'avonds uh, thuis komt, dan is het nog steeds zo dat je eigenlijk niet uh, in de straat kan parkeren. En dat je het zeg maar weer in een andere buurt moet doen. De gemeente is laconiek over het opmerkelijke parkeerprobleem. Ze beweert dat er in elke wijk wel zo'n probleem te vinden is. Ondertussen is er wel één iemand die profiteert van de krappe parkeerplaatsen in de Arbeidstraat Jawel, de broer van.